Sylvia Veld het Horen schreef een boek over haar bizarre verhaal. Over haar verkrachting. Je ligt daar en je ligt gewoon te vechten voor je leven. En hij heeft zijn handen om je keel en je denkt, ik ga kapot. Hoe ze uiteindelijk zelf haar dader opspoorde via een datingapp. En dan moet je dus eigenlijk de man die je het meest haat, moet je gaan verleiden. Ja, ik zeg, waar woon je dan? Op meer? Nou, ik zeg adres. En toen gaf hij zijn adres. Ik dacht, wow, ik heb hem. En hoe politie en justitie maar niet ingrepen. Dat is gewoon zo frustrerend. Die frustratie, dat is gewoon echt ongelooflijk. Bekijk het volledige interview op onze website nanieuws.nl.